Hey, what's good, it's Banna, Steven Verde. En ik zit vandaag naast Alexander. Alexander. Alexandere. Alexandere. Alexandros. Oké, jongens, we gaan vandaag een video opnemen. Hey, wat gaan we doen? Ja. Afknappen bij meiden. Oeh, wat. Ja, ik moet zeggen, ik weet wel een paar hoor. Ja, er loopt af en toe nog wat leuks rond. Ja, af en toe. Alleen dan is het nog een truc dat als je naar naartoe loopt, moet ze natuurlijk ook wel echt leuk zijn. Wat is leuk? Wat denk je van, holy shit, zo blij wil ik echt blij van. Maar ik wil geen even getal, het moet even iets gek zijn gewoon. Oké, we willen binnen 24 uur, ja. 1200, ja. 933,2. Als je bijvoorbeeld gewoon te veel make-up op doet of zo, dat is gewoon iets waar je wat aan doet. Ja, man, ik vind dat echt heel leuk, weet je? Dan kom je ze tegen toch? En dan hebben ze die wenkbrauw zo. 10 kilometer. Niet normaal, van die vogel. Wanneer vliegen ze weg? Dat is niet normaal. Dat is niet mooi. Nee. Maar wij hebben het eigenlijk best wel makkelijk praten, omdat wij geen make-up soort van gebruiken. Nee, jongens zijn natuurlijk al gewoon knap. Dus het is niet helemaal eerlijk. En dan hebben ze, hoe is dat, 10 liter foundation op toch? Ja, dat is bij hetzelfde idee inderdaad, hetzelfde verhaal. Maar dat is nog steeds dat je denkt van te. Dat je gewoon ziet, hier, de nek is gewoon andere kleur dan hoofd. Van wit en dit is bruin, ja. Oranje of zo. Maar dat je wil wel weten waar je naast wakker wordt, toch? Ja, dat het niet opeens een heel iemand anders is. Dat er twee personen in één iemand zitten, dat zou gek zijn. Dus een Deens dan? Ja, stel daar met Steven dan, en een mega merkje. ja, ik ben een skill, Lia. Ja, wat ik ook net zeggen dat. Wat zei je nou precies? Dat ik naast jou zit. Ik vind het heel. Hoe is dat als een meisje te veel scheldt of zo? Ja. Ja, toch? Ja, zeker weten. Ik vind altijd dat dan ben ik. Weet ik veel, ga ik uit. En dan zie je van die meiden, denk ik eerst. Oeh, mooi meisje. Wauw. En ineens. Dan staan ze in die vriendengroep. Weet je? En dat denk ik even. Maar ook gewoon naar elkaar, hè? Ook gewoon. Ja. Zo van. Hallo, een beetje respect voor elkaar, toch een beetje normaal praten of zo. Schelden, no go. Schelden niet doen. No go. Van die, wat ik echt heel lelijk vind, toch? Hij weet het wel. Tegenwoordig, wat ik echt heel lelijk vind, ja. Zijn. Ik weet niet, je ziet van die meisjes en die hebben van. Kijk, wat ik heb nu ook zo'n broek met die beetje wijd hier. Maar die gaat echt gewoon van slank naar zo. Ja, van die hele grote. Maar sommigen kunnen het hebben, hè? Sommige meiden vind ik. Ja, ik heb wel dat je af en toe ook weer uitgaat. Als je dan een meisje ziet. En die wil dan, laat maar zeggen, er een beetje sexy uitzien. Die doet niet zo heel veel kleding aan. Ja. Maar dat ze gewoon net niet het figuur of net niet, laat maar zeggen, de borst heeft voor die décolleté. Dus dat het net even te heftig is, weet je wel. Denk van meid, maar dat moet je niet doen. Of net die leren broek aan, die helemaal tijd zit. Maar leren broek vind ik sowieso dat ik denk, nee. Ja, maar ook van die zwarte leren broeken, dat is gevaarlijk hoor. Ja. Dat is gevaarlijk om aan te doen. Maar die laten dan net te veel zien en dan is het net niet. Dus kijk, je mag best gewoon, tuurlijk, een vrouw mag er sexy uitzien, maar weet wel je grens van wat kan ik laten zien en wat niet. Want te veel van het goede is ook niet goed. Nee. Dan is er uiteindelijk niks meer te zien, als je alles wel hebt laten zien. Het zit ook lekker te haten hoor, op die vrouwen al, die afknappers. Daar worden ze alleen maar leuker van. Dan weten ze wat ze niet moeten doen. Ja precies. Eigenlijk maken wij de wereld gewoon beter. Eigenlijk maken wij de wereld beter. En maken wij mooiere dames van. Wij maken jullie gewoon mooier met onze tips en de wereld beter. We weten alleen natuurlijk niet of het helpt, want wij zien jullie niet. Jullie zien ons. Dus wij zullen nooit weten of het uiteindelijk is. Ja, precies. Maar dat kunnen jullie ook laten weten onder de reacties of jullie misschien hier wat aan hebben gehad. Altijd lelijk vind, ik snap niet waarom. Ja. Eerst als meisjes uitgaan, ze gel gebruiken. En of je het kan, ja. Dat is helemaal zo'n. Dat is gek, hè? Ja, dat vind ik echt. Ik denk van. Want dat doen nu die Amerikaanse zangeressen en zo, weet je wel. Die doen allemaal. Ja. Op zich kan wel, maar. Sommigen, je kan het niet allemaal hebben. Ja, jaloers. Je moet niet, kijk, jaloers is goed, want dat zegt er weer van ja, weet je, dan hou je nog van elkaar, weet je, al die bullshit. Ja. Het is van, ik vind op het duur als je gewoon, weet ik veel, een paar vrienden van mij of zo die komen en jij neemt een paar vriendinnen mee en ik ga ook met die vriendinnen praten en dat je echt helemaal gaat zeggen van, ja, je praat te veel met hun of zo. Ja, maar jongens en meiden kunnen ook gewoon vrienden zijn, weet je, vind ik. Ja, precies. Dus. Het hoeft niet altijd vies te zijn, weet je, jongens zijn niet altijd vies. Nee. Meestal wel. Zijn we niet? Nee. Heel soms. Af en toe. Pissie. Scootie. Vond je deze video leuk? Zorg dan zeker voor dat je even liked. En abonneer even op mijn kanaal. Abonneer ook zeker op mijn kanaal, Alexander Daily. Heet het nog steeds. En dan zie ik jou met je leuke koppie zondag om 11:30 weer. Met een nieuwe video.